dat jij wat jongens hebt gesproken die meedeiden aan de sing-off? Ja, Gentle Voices. En die gasten, als ze zingen, krijgen helemaal kippenvel. Jullie gaan kijken naar mijn interview met Gentle Voices. Ik ben hier in het conservatorium in Rotterdam om Gentle Voices te interviewen. Net hoorde je van alle kanten muziek, nu hoor ik even niets meer. Ze zijn hier binnen, dus loop even mee, gaan we even kijken. Hey! Ze zijn aan het oefenen. Geweldig, hoor je het? Dit is wat ik bedoelde. Dat was het. Daarvoor ben ik gekomen, guys. Daarvoor ben ik gekomen. Die harmonie was tight. Hij was echt heel vet. Yes. Hoe is dat? Ja, goed, goed, man. Man. Hebben jullie even tijd voor me? Ja, natuurlijk. Want ik wil jullie al zo lang spreken. Het is niet normaal, maar eindelijk is het zover. Wanneer hebben we elkaar voor het eerst ontmoet? Volgens mij 2 jaar geleden, hè? Ja, zoiets. Plotseling zag ik jullie op tv, maar daar hebben we het straks even over, guys. Jullie naam, hè? Gentle Voices. Waar komt die naam vandaan? Wie heeft hem bedacht? Ja, klopt. 11 jaar geleden Gentle Voices. Eigenlijk was het de bedoeling dat het Gentleman Voices zou heten. Maar we vonden die naam eigenlijk iets te lang, dus hebben we gekookt naar Gentle Voices. En uiteindelijk bleek het gewoon een hele toepasselijke naam te zijn. Dus vandaar, dus die naam Gentle Voices. Dus je had niet een droom of een of ander... Nee, net wat Gentle. Jullie groep bestaat eigenlijk uit neven, toch? We zijn allemaal neven. Toevallig. Hoe gaat dat goed met family? Werkt dat qua oefenen en zo? Hebben jullie nooit... Natuurlijk hebben we ons wel, net als iedereen hebben we wel eens onze struggles, maar ja, het is ook niet zo gepland. Het is, we kregen elkaar op een gegeven moment gewoon aandacht. Het is gewoon zo toevallig zo gegaan. Maar we houden het goed met elkaar vol. Laten we het even hebben over dat toffe avontuur. Ik bedoel, 2 jaar had ik jullie niet gezien en ik kijk naar de tv en ik denk van... Man, zijn ze het? En ik check YouTube gelijk, eventjes kijken van of jullie het echt waren. De sing-off. Hoe zijn jullie daar terecht gekomen? Ook via YouTube. Ik heb ons benaderd, ja. Oké. Ja, zodat ze met het programma bezig waren of we mee wilden gaan doen. En uiteindelijk, ja, het resultaat heb je zelf gezien. Wat is eigenlijk de grootste les die jullie bij de sing-off hebben geleerd? Dat wij wel, dat geloven we sowieso allemaal. We geloven niet echt dat wij iets unieks hebben gekregen van God. Is dat hetgeen waar we ons toch konden waar we onszelf in konden onderscheiden, was toch de harmonie die we zoveel met elkaar probeerden te ontwikkelen. En dat is goed naar voren gekomen. Okay. En ja, en dat is gewoon dat de gave die wij van God hebben gekregen, dat is duidelijk naar voren gekomen. Dat is wat wij nu echt beseffen. De sing-off is uiteindelijk iets korter geworden. Ze hebben het ingekort vanwege kijkcijfers en allerlei andere dingen. Hoe was dat voor jullie? Zuur. Schrijven. We waren even teleurgesteld. Was er een dipje? Ja. En moet ik me voorstellen huilen of... Nee, real men don't cry. Tuurlijk heb ik niet gehuild. Je was wel teleurgesteld. Ja, zeker. In de kleedkamer was het toch wel even toe te worden. Was het wel van, wauw, victory. Maar toch hebben jullie de sing-off gewonnen. Hoe voelde dat? Ja, we hadden het niet verwacht. Nee? Ik had het in ieder geval echt niet verwacht. Wat had je dan verwacht? Nee, ik niet. Jij wel, Mitchell. Er was een periode bij de halve finale dat ik het wel echt had verwacht. Maar op een gegeven moment, toen, bij de uitslag, het kwam steeds dichterbij. Ja, dan zie je eigenlijk ook de andere deelnemers gewoon opeens denken van, jeetje, wat hebben jullie al die weken, weet je? En dan opeens laten ze alle presteren. Beste was opeens gewoon over en uit en dachten van, Intermezzo kwam met een hele sterke optreden, Jade. Sharp, dat doen ze iedere week, maar op een gegeven moment, iedereen steeg boven zichzelf uit. Ja, ja. En er was op een gegeven moment echt niet vanzelfsprekend meer van, nou, ja, deze jongens die gaan het doen. Ja, oké, jullie hebben nu de single gewonnen. Contract bij Sony.
Hoe zit het met dat album? Want de groep Committed, die heeft natuurlijk, die wilde per se een gospel album. Dat zeiden ze in ieder geval, want we willen kosten wat het kost gospel. En net als hun zijn jullie ook gospel. Dus hoe zit het met jullie album? Nou, dat is nog iets waar we zo nog over gaan onderhandelen. Daar hebben we nog niet, dat is niks over bekend. En... Je kan nu in de camera praten en dan sturen we het naar Sony, hoor. Nee, we hebben nog niks onderhandeld met Sony. En we hopen daar ook gewoon ook positieve dingen ook voor onszelf uit te kunnen halen. We zijn heel flexibel en we zijn heel gewillig om muziek te willen maken. En hopelijk dat we eruit kunnen komen. Nu heb je mijn vraag toch nog niet helemaal beantwoord. Wil je nou niet denken dat ik dom ben? Komt er nou gospel op of niet? Gaan jullie... Als het aan ons ligt wel. Oké, als het aan jullie ligt wel. Ja, zeker weten. Laatste vraag, eventjes iets persoonlijk. Jullie hebben heel veel meegemaakt het afgelopen jaar. Wat is nou de bijbeltekst waar aan jullie hebben opgetrokken? Wat is nou de centrale bijbeltekst die dit jaar een beetje iedere keer terugkwam? Psalm 23. Moet ik hem citeren? Ja. En als je hem fout hebt? Ja, dat is het. Swoosh. De Heer is een heer, hij brengt niets. Ik ben nederig en glazen geleden. En daarom, ja, dan moeten we het met elkaar doen. Dan komt het niet. Nee, maar. Dat is een bijbeltekst dat gewoon ons, dat op de rode lijn was, raad was door onze hele periode de afgelopen tijd. Eigenlijk dus dat God er altijd voor jullie is geweest. Hoe moeilijk of hoe goed het ook gaat, hij is daar. Oké, hey guys, onwijs bedankt voor het interview. Ik vond het geweldig en ik denk jullie ook. Dit is G-Time TV en dit zijn de guys van Gentle Voices. Yes! Gentle Voices kon ik natuurlijk niet interviewen zonder dat ze iets voor ons zouden zingen. Dus hier zijn ze, Gentle Voices met Meer Dan Ooit. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waar te weten wie u bent. Zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer. O, was de prijs die u betaalde. Verworpen en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straf en dacht aan mij.